De Nationale Assemblée wil meer duidelijkheid over de verhoging van de algemene ouderdagsvoorziening, AOV. Harriet Ramdien zegt dat zij en haar collega's plat worden gebeld door seniorenburgers met de vraag waar ze zich moeten registreren. Ze meent dat er veel onduidelijkheid heerst. De regering moet de informatie naar de doelgroep toe verbeteren. Voorzitter, het gaat over de beloofde AOV door de regering dat mensen die geen pensioen ontvangen nog 1000 erbij kunnen krijgen. We lezen verschillende berichten via de media dat mensen zich mogen registreren. En dat heeft een beetje voor een chaotische toestand gezorgd onder de AOV'ers. Wij worden constant door de AOV'ers gebeld en er wordt aan ons gevraagd waar zij zich precies moeten registreren. Wij willen van de regering meer duidelijkheid hierover hebben van wat is er precies de werkwijze met het aangekondigde 1000 SRD dat de AOV'ers precies krijgen. Bij wie moeten ze registreren? Moeten ze zich ergens gaan registreren? Welke instantie houdt zich ermee bezig? Kan er via u, voorzitter, van de regering meer duidelijkheid hierover gegeven worden? Ramdien sprak vandaag in het parlement tijdens de openbare vergadering. Ze hoopt op een spoedige reactie van de regering, zodat de AOV'ers gerustgesteld kunnen worden.